een belangrijke dag voor de coöperatie, omdat we de staat dagvaarden in een procedure die erop gericht is om een menselijk levenseinde in eigen regie meer bereikbaar te maken. En aan de staat te vragen om zich en om aan de rechter te vragen om te oordelen of de staat wel of niet onrechtmatig handelt. We hebben het zo opgebouwd vanochtend dat we een kleine toelichting geven op waarom het proces nodig is. Dan zal de noodzaak en de invulling ook van een maatschappelijke discussie worden weergegeven door Petra de Jong. Dan zal Tim Vis een laatste wilproces de opbouw ervan toelichten. We hebben 3 individuele eisers die hun verhaal zullen vertellen. En dan is er natuurlijk ruim gelegenheid voor vragen. Op de schermen vindt u een aantal mensen van het bestuur, onder andere Petra de Jong, bestuurslid. En ikzelf ben Jos van Wijk, voorzitter van de coöperatie. Er zijn 3 individuele eisers, Martje van den Brug, Janine de Graaf en Hans Peltenburg. Er zijn 2 advocaten, meester Tim Vis en meester Sharon Zuurveld. En er zijn nog een aantal leden van de coöperatie die ook eventueel vragen stellen of opmerkingen beantwoorden. Ron Eikelenboom, Lidie Schoon en Roos Rens. Waarom is dat proces nou nodig? En we zijn met 30 individuele benadeelden al een lange tijd in de slag om ervoor te zorgen dat we duidelijk maken dat er in Nederland te weinig tot geen gelegenheid is om op een menselijke manier een eind aan je leven te maken in eigen regie. En die eigen regie is belangrijk omdat het daarmee iets anders is dan euthanasie of de hulp bij zelfdoding volgens de wet. Wij hebben het over een levenseinde in eigen regie, een zelfgekozen levenseinde. En wat we zien, en wat die 30 individuele eisers ook overbrengen, dat is dat het door de Nederlandse overheid wordt tegengewerkt. Er wordt tegengewerkt op het punt van dat je als getuige, als dierbare, die mogelijk aanwezig wil zijn om een klein beetje hulp te geven, dan word je achtervolgd als crimineel. Je wordt in een politiecel ondervraagd. Er wordt, omdat het een zelfdoding over het algemeen genomen als een plaatsdelict wordt aangemerkt, wordt er zeer respectloos met de overledene en de getuigen omgegaan. En daarnaast is het ook nog zo dat de middelen om op een waardige, menselijke manier een eind aan je leven te maken door de overheid, via convenanten en via allerlei andere wet- en regelgeving, onbereikbaar worden gemaakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het convenant wat minister De Jonge met 113 heeft afgesloten met de chemische sector om niet meer te leveren aan particulieren. Chemische middelen mogen dus niet meer aan particulieren worden verstrekt. Daarmee worden die mensen in de hoek gedreven van de afschuwelijke, de wrede zelfdodingen, waarvan er nog steeds 5 per dag plaatsvinden. Dat is allemaal in strijd met het algemeen persoonlijkheidsrecht. Daar gaat Tim Vis zo meteen wel wat over zeggen. En met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het laatste verdrag staat met zoveel woorden dat je recht hebt van zelfbeschikking over je leven. En dat is onverkort dat recht uitstrekt over het einde van het leven. En wat je in Nederland ziet gebeuren is dat dit recht als tot een soort van schijnrecht wordt gemaakt. Je kunt het niet zomaar willen doen. Als je het wil doen, dan worden dus die nabestaanden gecriminaliseerd, maar je kunt niet eens aan de spullen komen om het te doen. En daarmee is het Europese grondrecht in Nederland een schijnrecht. En deze stelling dat het een schijnrecht is, heeft in Duitsland en Oostenrijk al geleid tot uitspraken van de constitutionele rechtbank. Dat geeft geen pas, is daar de opvatting. Het is een recht, geen schijnrecht. En hulp bij zelfdoding
mag niet verboden worden. Dat is de uitspraak. Tim kan daar straks van alles nog meer over vertellen en toelichten. Maar na Duitsland en Oostenrijk is nu echt de beurt aan ons. In Nederland zijn zo ongelooflijk veel mensen, waar Petra zo meteen wat meer over zal gaan vertellen, die vinden dat ze het recht hebben om over die middelen te kunnen beschikken. En wat willen we daar nou mee bereiken met dat recht en met die uitspraak van de rechter? We willen een verbetering van de kwaliteit van leven. Immers, op het moment dat je kunt beschikken over een laatste wilmiddel om ooit, niet volgende week en niet volgend jaar, maar misschien over 10 jaar, een eind aan je leven te maken op het moment en op de manier waarop jij dat wenst, dan hoef je er niet meer aan te denken hoe je toch ook alweer aan die spullen komt. En nu merken we dat het moeilijk is om eraan te komen. Het is onbereikbaar gemaakt. Er wordt in het buitenland besteld en dan krijg je soms oplichters of je krijgt dus verkeerde spullen. Dat moet makkelijker kunnen. Maar die drang om dat te willen hebben maakt dat je bezet bent in je kop, in je hoofd. En op het moment dat je dat wel hebt, dan kun je dat loslaten. En dan kun je je energie weer op andere dingen richten. Je bent daar niet meer zo elke dag mee bezig. En dat is echt kwaliteit van leven. Er is nog een andere kwaliteit die verbetert. De kwaliteit van het afscheid. Op het moment dat je niet meer wordt gecriminaliseerd, dat dierbaren je hulp mogen geven, aanwezig mogen zijn, en dat het allemaal op een normale manier kan, dan zal je zien dat er meer gesprek over ontstaat. Dat er meer ruimte is om met elkaar eventueel een ritueel vorm te geven, als je dat al wil. En dat kwaliteit van afscheid nemen heeft ook te maken met de rust die iemand zelf ervaart, als die weet dat de getuigen niet zullen worden vervolgd. En dat zijn lichaam na het overlijden met respect kan worden behandeld. En niet zoals bij de eisers duidelijk is geworden, in een aantal gevallen op een ontoelaatbare manier wordt behandeld. En wordt achtergelaten. Tot tranen trekken toe. De derde kwaliteit die we willen verbeteren is de kwaliteit van de hulpverlening. De hulpverlening door artsen. Nu zijn artsen zowel de zorgverlener als de beoordelaar van je wens om op het eind zo te lijden, uitzichtloos, ondraaglijk, dat je in aanmerking komt voor een euthanasie of een hulp bij zelfdoding. Volgens de wet dan, die terminologie volgens de wet. En wat we willen is dat die arts niet meer de beoordelaar is van jouw eigen autonome wens. Jij hebt de regie over je leven en sterven en niet de dokter. Dan geeft de dokter weer de mogelijkheid om onder het zwaard van Damocles uit te komen, waar vervolging door het Openbaar Ministerie achter zit, en zich als hulpverlener op te stellen. En als die hulp bij zelfdoding mag worden verstrekt, hoeft hij zich ook geen zorgen te maken of hij misschien net een klein beetje te ver gaat als hij al een glas aanreikt met een rietje erin, want nu zou dat niet mogen. Dat zijn de uitwassen van een wetgeving die we niet langer moeten willen. En dat we daarin gesteund worden door een groot deel van de Nederlandse samenleving, dat gaat Petra nu vertellen. Petra, wil jij dat stokje overnemen? Dankjewel, Jos. Ja, dit onderwerp is iets waar we al heel lang over praten. Eigenlijk Huib Drion, een zeer gerespecteerd man. Hij was destijds vicevoorzitter van de Hoge Raad. Schreef in 1991 al in de NRC dat het oude mensen zoveel rust zou geven als zij zouden kunnen beschikken over een middel. Hij noemde toen niet wat. Later is dat de pil van Drion gaan heten. We konden beschikken over een middel waar zij op hun eigen moment, in overleg met hun naasten, op een waardige manier konden sterven. En wat we dan zien is dat in de jaren daarna er ongelooflijk veel over gediscussieerd wordt, gepraat wordt. Maar eigenlijk komt het nooit verder dan de ja maar discussie. Ja maar als er misbruik van gemaakt wordt door het stiekem in iemand zijn thee te doen. Ja, maar als een kleinkind het ongeluk neemt. Alle jamaren zijn daarbij langsgekomen en de discussie kwam eigenlijk niet verder tot 2010.
toen het burgerinitiatief door Uit Vrije Wil werd ingediend, het burgerinitiatief Voltooid Leven. En in diezelfde week, dat was namelijk de week van de euthanasie, gericht op het thema Voltooid Leven, was er een website, geachtkamerleden.nl. Daar hebben 4200 mensen hun verhaal opgeschreven. Vaak heel schrijnende verhalen. Het heeft uiteindelijk geleid tot een initiatiefwet ingediend door Pia Dijkstra. En dat is pas het afgelopen jaar gebeurd. Maar in die tussentijd zijn er diverse commissies ingericht, zijn er onderzoeken gedaan, opiniepeilingen. En dat is ook vaak een manier om een beslissing voor je uit te schuiven, om te zorgen dat er geen beslissing genomen hoeft te worden. Zo kwam er de commissie Snabel, die eigenlijk tot de conclusie kwam dat er geen wetswijziging ging nodig was, want het ging om zo'n kleine groep. Vervolgens kwam daarop de reactie van het kabinet, die de stukken gelezen heeft, maar toch tot een andere conclusie kwam, namelijk dat het wel degelijk om een groep ging waar over nagedacht moet worden dat je daar echt iets mee moet, want dat mensen in nood zijn. Ik zal daar straks ook verder nog op terugkomen over hoeveel mensen het gaat, maar ik kan vast verklappen dat het toch minstens een kamerzetel is. En de opiniepeilingen die gedaan zijn door Eén Vandaag, door De Telegraaf, door de NRC, door Motive Action, door Maurice de Hond, allemaal komen ze erop uit dat ongeveer 2/3 van de Nederlanders vindt dat je levenseinde in eigen regie moet kunnen uitvoeren. 1/3 van die mensen, van de totale groep naderden, vindt zelfs dat er een vrije beschikbaarheid van een laatste wilmiddel moet zijn. Dat zijn aanzienlijke hoeveelheden en er is dus een groot draagvlak voor dit onderwerp. Dat merken we ook nu we deze campagne starten, hoe we gesteund worden door een heel stel bekende Nederlanders. Ik noem er een paar als Hanneke Groenteman, Dick Swaap, Marjan Mudder, Loes Luca. Zo zijn er dus nog een heleboel die allemaal meedoen, omdat ze vinden dat je laatste wil van jezelf is. De politiek blijft duidelijk achter. Wij als collectief, als coöperatie, hebben van alles geprobeerd. We hebben geprobeerd om met de ministers in gesprek te komen. We hebben geprobeerd om met de politie in gesprek te komen. We hebben inkoopgroepen ingericht. Daar is het OM toen voor gaan liggen. We hebben uitgebreid ook gesproken met het OM zelfs. Maar eigenlijk leidt het verder nergens toe. Het OM heeft verder contact afgehouden. En dat betekent dus dat we eigenlijk niets anders hebben nu dan de rechtsgang. En daar staan we vandaag voor. Dat gaat vandaag gebeuren. Nadat Duitsland en Oostenrijk ons al voor zijn gegaan. Dan ben ik geen jurist en we hebben Tim Vis in ieder geval als jurist die hierover heel goed het verhaal kan doen. Dus ik wilde graag het woord geven aan Tim, als dat mag, Jos. Dat mag zeker. Ik krijg inmiddels het bericht binnen dat de dagvaarding betekend is. En ik geef graag Tim nu het woord om toe te lichten hoe de opbouw van dit proces is vormgegeven. Ja, dankjewel, Jos. Dankjewel, Petra. En een heel bijzonder woord van dank aan de 3 individuele eisers die hier vandaag samen met ons zijn en dadelijk ook hun hele dappere, indringende verhaal gaan doen. En ook in het bijzonder dank aan mijn collega Sharon Zuurveld van Blenheim Advocaat in Amsterdam, die een zeer belangrijke steun is geweest in het kader van dit proces en dan met name de civielrechtelijke kant. Daar kom ik zo op. En natuurlijk heel veel dank voor uw aanwezigheid allemaal hier vandaag bij de persconferentie. Ik wil met u een aantal zaken bespreken. En dat heb ik onderverdeeld in 4 kleine hoofdstukjes. Ten eerste wil ik even stilstaan bij wat de CLW en de mede-eisers precies aan de rechter vragen. Ten tweede wil ik graag stilstaan
bij de noodzaak. Waarom vragen we dit aan de rechter? Ten derde zal ik stilstaan bij de grondslag van de vordering die we aan de rechter voorleggen en waarop de hele rechtsgang is gebaseerd. En tenslotte, als vierde, wil ik kort de werkwijze schetsen en een klein inzicht bieden in het verdere verloop van de gerechtelijke procedure. Allereerst, wat vragen wij precies aan de rechter? Want dat maakt dit proces tamelijk uniek. Wij vragen aan de rechter om de huidige situatie te beoordelen in het licht van heel belangrijke mensenrechten en dan uit te spreken, dat heet juridisch te verklaren voor recht, dat de Nederlandse overheid onrechtmatig handelt tegen de individuele eisers en tegen de CLW die optreedt namens iedereen die vrijwillig over zijn levenseinde wenst te beschikken op een veilige, waardige en menselijke manier. Wij willen dat de rechter uitspreekt dat de overheid jegens hen onrechtmatig handelt door het verbod op hulp bij zelfdoding, zoals dat nu bestaat, onverkort in stand te laten. En dat betekent ook dat wij de rechter niet vragen om op de stoel van de wetgever te gaan zitten. Wij vragen de rechter zich uit te spreken over de huidige situatie. En dat betekent dat we daarmee de wetgever, de politiek, aan zet maken. Dit proces is er dus voor bedoeld om in het licht van een heel groot belang de wetgever een impuls te geven. En het doel daarvan is om de beperkingen op het zelfbeschikkingsrecht terug te brengen naar toelaatbare proporties. Wij vragen dus nadrukkelijk niet aan de rechter om zich in de politieke arena te begeven. Wij vragen aan de rechter alleen om aan te geven dat zoals het nu is, niet in stand kan blijven. En daar is de Nederlandse rechter dan niet alleen in, want dat volgt, en daar kom ik dadelijk uitgebreider op terug, in de voetsporen van wat de Duitse en Oostenrijkse grondwettelijke hoogste rechters hebben gedaan. Ik kom daar straks op terug. Dan de noodzaak. Want u zult waarschijnlijk denken, wij hebben in Nederland toch een fantastische euthanasiewet die ook goed werkt. Ja, dat klopt. Maar de euthanasiewet, en dat is een ontzettend groot goed, begrijp me niet verkeerd, dat vindt de CLW en dat vinden ook de individuele eisers. De euthanasiewet is ontzettend belangrijk en werkt goed. Maar de euthanasiewet is bedoeld voor die gevallen waar de euthanasiewet op ziet. En dat is gevallen van, zoals men dat noemt, lijdensverlichting door euthanasie, bij gevallen van ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan een medische grondslag. De euthanasiewet is er dus voor bedoeld om mensen te helpen die ondraaglijk lijden aan medisch geclassificeerde aandoeningen. En dat betekent dus ook dat de toepassing daarvan afhankelijk is van de regels die de arts binden. Heel terecht ook, want dat waarborgt nou juist dat de euthanasiewet goed werkt. Maar dat betekent ook dat er een grote groep buiten de boot valt. En dat is een groep mensen, de groep mensen die vrijwillig en wel overwogen kunnen beschikken om zelf uit het leven te stappen, terwijl zij niet lijden aan een ziekte of een andere ernstige medische aandoening. Die kunnen niet door de euthanasiewet worden geholpen en die zullen ook nooit door de euthanasiewet kunnen worden geholpen. En dat maakt dan ook dat dit proces niet gaat over euthanasie en niet gaat over lijden. Dit proces en de kerngedachte die aan dit proces ten grondslag ligt, gaat over autonomie. Het recht om zelf te beslissen hoe men het leven leidt, maar ook hoe men het leven beëindigt. En er is onderzoek gedaan naar de grootte van de groep van mensen die wel een persistente levenseindewens heeft, groep ouderen, maar die niet geholpen kan worden door de euthanasiewet. Dat onderzoek dat is gedaan in opvolging van de commissie Schnabel, die al constateerde, ja, er is een groep mensen die niet door de euthanasiewet geholpen zou kunnen worden,
maar toch een levenseindewens heeft. Maar de commissie Schnabel, die schreef in zijn rapport dat zij vermoeden dat die groep klein zou zijn. En daarop is een onderzoek van Els van Wijngaarden gestart, die groep in kaart heeft gebracht. Nou, alvorens ik de uitkomsten van dat onderzoek kort bespreek, wil ik even stilstaan bij wat kritiek die op dat rapport is geweest. Want de kritiek is, dat onderzoek is van een opzet geweest die eigenlijk maakt dat waarschijnlijk de groep mensen die daaruit is gekomen kleiner is dan die in werkelijkheid is. En dat heeft te maken met de vraagstelling en dat heeft te maken met het niet differentiëren tussen bepaalde categorieën die bevraagd zijn. Maar met al die beperkingen in acht genomen, heeft dit onderzoek een heel grote noodzaak blootgelegd. Want dat onderzoek heeft laten zien dat er een groep is in Nederland van ruim 75.000 ouderen die een persistente levenseindewens heeft, die ze in meer of mindere mate ook daadwerkelijk op dat moment willen verwezenlijken, daar kom ik zo op, maar die niet geholpen kan worden door de euthanasiewet. En die groep die is bijna meer dan 75.000 mensen groot. En voor vergelijking, hè, dat is altijd wel interessant om even te kijken, Petra noemde het net al, dat is een groep die dus goed is voor een kamerzetel. Een groep groter dan de kiesdeler bij de laatste verkiezingen. Dat is een groep die je dus niet in de steek mag laten als overheid. Daarbinnen is er ook nog een groep voor wie de situatie echt schrijnend is. Dat zijn die mensen, die ouderen, die niet alleen een persistente levenseindewens hebben, zonder dat zij euthanasie kunnen verkrijgen, maar dat is ook een groep die echt daadwerkelijk op dat moment een actieve levensbeëindigingswens heeft. En zelfs die groep, voor wie de situatie dus echt schrijnend is, die is meer dan 10.000 man groot. En dat maakt dat dit proces ook echt daadwerkelijk wordt gevoerd vanuit een noodzaak voor verandering van wetgeving. Die groep is groot. Nog los van het gegeven dat het uitgangspunt van autonomie over het eigen levenseinde natuurlijk ook van belang is voor diegenen die nog niet een levenseindewens hebben, maar voor wie de zekerheid dat zij uiteindelijk daar wel vrijwillig en weloverwogen over kunnen beschikken op een veilige, waardige en menselijke manier, die groep krijgt ook veel rust en verbetering van kwaliteit van leven als dit goed geregeld wordt. Nou, dat brengt mij op de derde vraag. En dat is, hoe en wat is de grondslag van dit proces? Nou, zoals wij weten, in Nederland is er een heel uitgebreid stelsel aan grondrechten, vastgelegd in de grondwet, maar niet alleen daarin. In Nederland toetsen wij ook aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar staat ook een aantal heel belangrijke waarborgen in, waar ook de staat zich aan heeft te houden. Wat in Nederland curieus is, is dat de Nederlandse rechter niet, of in ieder geval nog niet, er zijn veel partijen die daar een verandering in willen aanbrengen, de Nederlandse rechter mag niet rechtstreeks aan de grondwet toetsen. Maar de Nederlandse rechter mag wel rechtstreeks aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens toetsen. En dan is er nog een ander belangrijk aspect waar de Nederlandse rechter wel aan mag toetsen. En dat is het concept van het algemeen persoonlijkheidsrecht. Nou, dat is best ingewikkeld, dat klinkt best ingewikkeld en dat is het eigenlijk ook. Maar dat algemeen persoonlijkheidsrecht, dat is door onze Hoge Raad, onze hoogste rechter, geïntroduceerd naar Duits voorbeeld. In Duitsland ligt dat algemeen persoonlijkheidsrecht in de grondwet vastgelegd. Maar in Nederland leidt de Hoge Raad dat af uit een samenstel van verschillende grondrechten. En dat algemeen persoonlijkheidsrecht, dat beschermt eigenlijk de menselijkheid en de waardigheid van de mens. En dat betekent ook dat in dat algemeen persoonlijkheidsrecht in zekere zin de bescherming besloten ligt
om jouw leven te leiden op de manier zoals jij dat wil. Om te zijn wie je bent. En dat betekent ook dat in het algemeen persoonlijkheidsrecht, aangevuld met de bescherming van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, besloten ligt dat je moet kunnen leven zoals je wil. Maar het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft bepaald dat daarin ook bescherming besloten ligt voor het sterven zoals je wil. Omdat zoals het leven bij het leven hoort, ook sterven bij het leven hoort. En dat maakt dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onomwonden heeft erkend dat ieder mens het recht heeft om zelf te bepalen wanneer, op welk moment en onder welke voorwaarden iemand het eigen leven wil beëindigen. Uit dat belangrijke samenstel van waarborgen, mensenrechten, ja, vinden wij, en wij doen dat niet alleen, maar wij volgen daarin, zoals gezegd, in de voetsporen van Duitsland en Oostenrijk, dat is af te leiden dat het recht om zelf te kunnen kiezen hoe men leeft, maar ook zelf te kunnen kiezen hoe men dat leven beëindigt, meebrengt dat de staat daar geen schijnrecht van mag maken. En dat brengt mij op die Duitse en Oostenrijkse processen. In Duitsland geldt iets andere wetgeving dan in Nederland. In Nederland hebben we een algeheel verbod op hulp bij zelfdoding. In Duitsland is er geen verbod op hulp bij zelfdoding als zodanig, maar heeft er sinds 2015 een verbod op, dat wordt daar bedrijfsmatige hulp bij zelfdoding genoemd, maar daar moeten we eigenlijk meer onder verstaan structurele hulp bij zelfdoding. Dus hulp bij zelfdoding geboden door organisaties, door levenseindeorganisaties, Sterbenshilfeorganisaties. En het verbod op hulp bij zelfdoding door die organisaties, dat is door verschillende belanghebbenden, namelijk artsen, leden van die organisaties, mensen die zich daar zelf voor inzetten, mensen die in Duitsland ziek zijn geweest, maar ook mensen die dat niet zijn, aangevochten bij de hoogste grondwettelijke rechter. En de hoogste grondwettelijke rechter heeft gezegd dat in dat algemeen persoonlijkheidsrecht ook het recht besloten ligt om te bepalen hoe men sterft. En dat men dat in vrijwilligheid op een waardige, menselijke wijze moet kunnen doen. En de hoogste grondwettelijke rechter heeft ook gezegd dat je dat recht niet los kunt zien van de relatie tot andere personen, omdat het nu eenmaal voor veel mensen onmogelijk is om dat helemaal zelf in te richten. En dat betekent ook dat iemand die zelf het recht heeft om te beslissen over zijn eigen levenseinde, daar ook hulp voor mag mogen ontvangen, als die vrijwillig door een derde wordt aangeboden. En omdat het verbod op hulp bij zelfdoding in Duitsland dat recht te veel inperkte, heeft de Duitse grondwettelijke rechter gezegd, ja, dat is in strijd met dat belangrijke mensenrecht. Natuurlijk, en dat erkennen wij ook, en dat erkent ook de CLW, mogen er aan hulp bij zelfdoding de nodige beperkingen worden gesteld. Natuurlijk is dat zo, hè, ter bescherming van anderen. Maar dat mag er niet toe leiden dat het recht van de vrije, vrijwillige, beschikkende mens tot een schijnrecht wordt gemaakt. In Oostenrijk is precies datzelfde gebeurd. De Oostenrijkse situatie leek heel erg op Nederland. En daar heeft ook de grondwettelijke rechter, ook met een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Oostenrijkse grondwet, gezegd dat recht om zelf te leven zoals je wil, brengt mee dat je ook het recht hebt om zelf te kunnen sterven zoals je dat wil. En dat brengt ook mee dat je daarbij hulp van anderen moet kunnen ontvangen, omdat dat recht anders illusoor wordt. Dat je ook dat met naasten mag beleven. En dat maakt dat de Oostenrijkse rechter heeft gezegd, het verbod op hulp bij zelfdoding, dat heel erg lijkt op het onze, is in strijd met dat belangrijke mensenrecht. En het Oostenrijkse Hof heeft ook gezegd dat, net als in Nederland, het verbod op aanzetten tot zelfdoding onverminderd strafbaar blijft. En dat is ook waar wij in Nederland natuurlijk niet aan willen komen.
Het moet strafbaar blijven om iemand aan te zetten tot zelfdoding. En uiteraard zijn de gewone levensdelicten, hè, doodslag, moord, ook nog steeds strafbaar. En dat is precies wat de Oostenrijkse rechter ook heeft geoordeeld. Ja, er mogen bepaalde beperkingen aan worden toegevoegd ter bescherming van anderen. Maar dat mag er niet toe leiden dat dat belangrijke mensenrecht om te leven zoals je wil, maar dus ook om te sterven zoals je wil, feitelijk niet meer bestaat. En afgeleid uit ons algemeen persoonlijkheidsrecht, de bescherming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en als lichtend voorbeeld de Duitse en Oostenrijkse constitutionele hoven, waarvan met name Duitsland echt een belangrijke voorloper is als het gaat om hoe Europese rechters over grondrechten denken, vinden wij dat de Nederlandse staat door het onverkort handhaven van het verbod op hulp bij zelfdoding onrechtmatig handelt jegens diegenen die daar vrijwillig en weloverwogen over beslissen. En hoe gaan we dat nu aantonen? Nou, met heel veel dank opnieuw aan Sharon Zuurveld, die ons daarin veel civielrechtelijke ondersteuning heeft geboden. Wij hebben ervoor gekozen om namens de CLW, als vertegenwoordiger van eigenlijk iedereen die dit een belangrijk punt vindt, en namens 30 hele dappere, individuele eisers die hun heel intieme ervaringen en overtuigingen aan de rechter voor hebben gelegd, dit proces te starten. En dat proces, dat is een zogenaamde collectieve actie. Dat betekent dat de CLW optreedt als belangenbehartiger, namens onder andere deze 30 eisers, die overigens ook voor zichzelf optreden, maar ook namens iedereen die daar een belang bij heeft. En dat betekent dat wij de staat dagvaarden met de vraag aan de rechter om uit te spreken dat de huidige situatie onrechtmatig is en dat de wetgever terug naar de tekentafel moet. Nou, dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat dat dan? Jos ligt al even toe. Zo even klokslag 10 uur op het moment dat de persconferentie startte, is de dagvaarding betekend aan de Hoge Raad der Nederlanden. En nu wordt de dagvaarding in behandeling genomen bij de staat. En ze zal worden ingeschreven in het register collectieve acties. Dan krijgen algemene belanghebbenden door het hele land de kans om zich aan te sluiten bij de actie. En uiteindelijk zal dan een standpuntuitwisseling plaatsvinden. Dus zal de staat aangeven hoe zij hierover denkt. We hopen natuurlijk dat de staat het met ons eens is en zegt, ja, hier zit wel wat in. Wij lopen wellicht achter op de maatschappelijke ontwikkeling, de juridische ontwikkeling in de landen om ons heen en op wat Nederland vindt. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de staat, het zou ons een liefding waard zijn, zegt, ja, wij gaan zelfstandig aan de slag en wij gaan de beperkingen op dat belangrijke zelfbeschikkingsrecht terugbrengen tot wat nog net wel is toegelaten. Als dat niet zo is en de staat zegt, wij zijn het hier niet mee eens, dan zal uiteindelijk de rechter de zaak in behandeling nemen en zal de rechter een zitting gaan plannen. Om de verwachtingen iets te temperen, dat zal waarschijnlijk wel een behoorlijk eind in de toekomst zijn. Maar dat neemt niet weg dat dit proces ontzettend van belang is voor de gedachte van persoonlijke autonomie, voor het recht op zelfbeschikking en voor die mensen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat het een heel grote groep is, om een oordeel te verkrijgen over het leven, maar ook het sterven in eigen regie. Kortom, wij willen graag dat de rechter een impuls geeft aan de wetgever om het verbod op hulp bij zelfdoding terug te brengen naar toelaatbare proporties en mensen die daartoe vrijwillig beslissen in staat te stellen om op een veilige, waardige en menselijke manier het levenseinde in eigen regie te nemen. Nou, dat gezegd hebbend wil ik heel graag het woord geven aan 3 van de individuele eisers, die ik zeer bewonder vanwege hun moed om hier te zijn, mee te doen in het proces, maar vooral ook om hun heel indringende ervaringen met jullie te delen. Niet alleen met de rechter, maar ook met jullie te delen. En dat betekent dat ik heel graag het woord geef aan de 3 eisers die aanwezig zijn. En ik stel dan voor dat ik het woord eerst geef aan Martje van den Brug om haar ervaring met jullie te delen. Dank voor de aandacht.
Martje, je moet je even unmuten. Precies. Ja, zo. Mijn moeder was een zeer zelfstandige vrouw die op haar 86ste van de ene op de andere dag de regie over haar leven verloor. Na een hersenbloeding wilde zij niet langer verder. Ze was geestelijk zo scherp als een scheermes, maar lichamelijk volledig afhankelijk van anderen. Het was mooi geweest, vond ze zelf. En omdat wij als kinderen niet beschikten over een laatste wilmiddel, heeft ze maandenlang door hoepels moeten springen, verlamd en wel, voordat ze euthanasie kreeg. 3 weken na haar overlijden ben ik lid geworden van de coöperatie Laatste Wil. Ik realiseerde me namelijk dat wat mijn moeder overkwam, ook mijn lot kan zijn. Ik had nachtmerries over gesprekken met dokters die steeds nee tegen me zeiden. Over verlamd in een bed liggen, zonder uitweg. Over examen moeten afleggen, voordat je dood mag. En ik wil niet afhankelijk zijn van het oordeel van artsen of van andere hulpverleners. Ik ben de enige die weet wat mijn leven waard is. En daarover wil ik zelf kunnen beslissen. Het is dus heel belangrijk dat dat laatste wilmiddel er komt. Niet een obscuur middel uit China waarvan je niet zeker weet of het wel zal werken. Ook geen pentobarbital dat je in Mexico kan kopen. Dat heb ik trouwens geprobeerd en dat is me niet gelukt. Nee, er moet een veilig, betrouwbaar middel komen. Legaal verkrijgbaar voor wie vindt dat het leven voltooid is. En begrijp me goed, ik ben helemaal niet levensmoe. Ik doe mijn uiterste best om straks gezond dood te gaan. Dat is wat ik wil. Ik eet goed, ik beweeg veel. En als ik buiten loop en die heerlijke knisperende lentelucht inadem, dan voel ik zo intens dat ik leef. Dat is een gevoel dat jullie vast ook zullen herkennen. Dat maakt mij altijd heel erg gelukkig. Maar toch, die lentelucht, dat gevoel was er voor mijn moeder ook. Zij werd in het voorjaar getroffen door die fatale hersenbloeding. En haar leven, mijn leven, ieders leven is te mooi om in afhankelijkheid te eindigen. Daarom vind ik dat het laatste wilmiddel er moet komen. Voor wie dat wenst. Dankjewel. Dankjewel, Martje. Tim, ik zie niet dat jij de regie daar op die gesprekken overneemt, dus daarom doe ik het nu. Ja, dat lijkt me goed, Jos. Janine, zou jij het stokje van Martje willen overnemen? En mag ik ook hier nog eens een keer zeggen hoe ongelooflijk blij wij zijn met dit soort leden die optreden, naar buiten komen met hun intieme verhalen en opgelopen schade. Duidelijk willen maken dat er veranderingen nodig zijn. En dan zijn deze 3 van de 30 die nu meedoen, maar van die duizenden mensen, miljoenen mensen, een mooi voorbeeld van de noodzaak om tot veranderingen te komen. Janine, mag ik jou nu het woord geven? Ja, Jos, dankjewel. Ik was 17 jaar en 11 maand. Toen ging ik de verpleging in. En ik denk dat ik net 18 was, begin in het voorjaar. En toen was ik op de afdeling en er was een patiënt en die was ernstig ziek. Die lag op sterven. En de paniek sprak uit de ogen en de wens sprak hier ook uit. Help mij toch, help mij toch. En het enige wat je kunt doen is aardig zijn, is verzorgen, is lief zijn, een praatje maken en verder niks. Dat was bij mij het moment dat ik dacht, dit wil ik niet. Ik wil dat absoluut niet. Ik ben toen ook al naar de huisarts gegaan. En toen heb ik een euthanasieverklaring daarin laten opnemen. Toen was er net een computer. Het was het DOS-tijdperk. En als ik bij de huisarts kwam, dan lichtte in een rode in een balk bovenaan euthanasieverklaring op. Iedere keer wanneer je die spreekkamer inkwam, dan kwam dat naar je toe. En toen dacht ik, ja, dat is mooi, maar dan nog ben je afhankelijk van anderen.
En dat is iets wat ik niet wil. Het hele leven, vanaf dat je 2 jaar bent, zeggen de kinderen al zelf doen, zelf doen. Onze overheid zegt zelfbeschikking, autonomie, continu, autonomie, zelf doen, eigen verantwoordelijkheid. En ik heb graag alles in regie. Sommige dingen heb je echt geen invloed op en dat moet je dan ook loslaten. Maar dit, sterven in eigen regie, nou daar ben ik gewoon enorm voor. Al onze vrienden, bekenden, noem maar op, heel veel mensen die mij kennen, collega's, die weten hoe ik daarin sta. De gesprekken gaan we aan, onze kinderen die weten ervan, mijn man die weet er uiteraard van. De ouders, familie, noem maar op. En ik vind het juist heel mooi dat ik hier aan deel mag nemen. Want op deze manier kan ik het gewoon duidelijk maken, ook aan alle anderen, hoe die wens leeft. Alles mag, maar dit zou dan niet mogen. Dus ik pleit ook enorm voor het middel te kunnen bestellen, legaal, en dat je op een humane manier mag sterven met je familie en geliefden erbij. En daarnaast ben ik ook enorm voor, je hebt natuurlijk de natuurlijke dood, je hebt de onnatuurlijke dood. Ik zou daar graag aan toegevoegd willen zien. Dood in eigen regie. En dat als het moment daar is en ik zou uit het leven stappen, ik heb nu geen doodswens, wil ik wel even benadrukken, dat mijn partner, mijn man, mijn kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, noem maar op, dat die niet belaagd worden door de politie. En dat er respectvol met mij wordt omgegaan. Gewoon zoals het hoort. Daar sta ik voor en dat wou ik graag met jullie delen. Dankjewel. Dankjewel. Even kijken, ben ik... Dankjewel, Janine. Ook weer zo'n prachtige illustratie van hoe jong je er al door getroffen kan worden, dat je die eigen verantwoordelijkheid hebt en in de rest van je leven ook wil vormgeven. Fantastisch hoor, dankjewel. Hans Beltenburg, zou jij nu willen vervolgen met jouw verhaal? Ja, dat wil ik graag. Ik herken natuurlijk enorm ook wat Janine heeft, want ik zit inmiddels ook als verpleegkundige 40 jaar in het vak. En wij hebben nu 24.000 leden als coöperatie Laatste Wil. En ik denk dat daar heel veel verpleegkundigen en hulpverleners tussen zitten. Want ik heb talloze malen echt in die 40 jaar aan het bed gestaan dat een patiënt het vroeg. He, ook voor en ook nadat de officiële wetgeving kwam. En soms waren er dappere artsen toen het nog illegaal was, die het illegaal ook deden. Maar de meeste keren zeiden de artsen, en dan, ja, dat ging nog steeds zo aan het bed, aan het voeteneind. Ja, mevrouwtje of meneertje, daar zijn wij niet voor. Daar moet u maar met uw huisarts over praten. Ondanks dat mensen jarenlang een relatie hebben met zo'n medisch specialist. Dus ik herken dat enorm en ik zou dat middel, en ik heb een middel, illegaal hoor, maar ik zou het legaal en open en samen met mijn dochter en mijn man, als het ooit zover zou komen, ik hoop niet dat het ooit zover komt hoor, ik hoop dat ik 90 word en 's avonds een slaaptabletje inneem en lekker insnurk en niet meer wakker word, maar als ik ooit zover ben dat ik zeg, het leven is klaar voor mij. Ik heb alle boeken gelezen die ik wilde zien. Ik heb alle ballet- en theatervoorstellingen gezien. Ik heb een aantal hele lieve mensen moeten begraven als ik 80, 90 ben. En nu is het voor mij klaar. En dat ik dan niet door de ballotage van een voor D66 fantastisch plan hoor, opgetuigde wetgeving. Maar dan moet ik weer door een ballotage. 2 stervenshulpverleners moet zo zeggen, ja hoor. Zijn leven is inderdaad klaar. Nou, ik wil dat graag zelf bepalen. Ik voel mij gekrenkt in hoe nu de wetgeving is, die eigenlijk stamt uit 1886, geloof ik, dat hulp bij zelfdoding strafbaar is. He, dat is duidelijk geënt op hoe toen de normen en waarden waren. En dat is nu heel anders. Dat bewijzen al die onderzoeken in Nederland, dat heel veel van de Nederlanders vinden dat het in eigen regie moet kunnen. En vanuit mijn ervaring, als verpleegkundige, maar als mens, hoe ik het zou willen, hebben mijn man en ik allebei een illegaal middel in huis. Maar dat zou ik eigenlijk helemaal niet willen. Ik zou gewoon normaal, zoals we het zeggen,
ja, op een veilige en in gezelschap van mijn geliefde ja, het kunnen doen als het moment ooit daar mocht komen. Dus ik ben heel blij dat er nu 30 eisers zijn die die 75.000 Nederlanders misschien een hart onder de riem kunnen steken. En die 5,2 miljoen Nederlanders die er ook over denken en in al die onderzoeken aantonen dat er iets moet veranderen in Nederland. Want dan heb je het wel over 50 kamerzetels, denk ik. Nou, daarom wil ik me sterk maken in de procesgang naar de Nederlandse staat. Dankjewel, Hans. Dankjewel. Ik merk dat we kunnen afsluiten. Van deze persconferentie is een opname gemaakt die zo snel mogelijk, ik denk begin van de middag, op de website te zien zal zijn. Aangegeven is ook dat de dagvaarding wordt aangemeld op een andere plek en geanonimiseerd wordt verwerkt. En over een aantal dagen zal er ook een link kunnen zijn via onze website naar die geanonimiseerde dagvaarding. Dat gaat wel enkele dagen duren. Dus op onze website vindt u dan de reportage van deze persconferentie, de stukken die daarbij horen en de dagvaarding zal na enige dagen volgen. Dit was het voor vanochtend. Ik dank u zeer hartelijk voor uw belangstelling en ik hoop dat we allemaal belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten en het levenseinde in eigen regie op een menselijke manier mogelijk maken. En als het al niet via de wet kan, op de kortere termijn, dan hoop ik dat we via de publiciteit en via de aandacht van politici en andere beïnvloeders in staat zullen zijn om het gesprek op gang te brengen en te houden totdat het zover is. Dank u wel.